connectie met de set. Dat is een goede interactie. Goedenavond bij Topnames aflevering, ik schat 1843 in ons tiende jaar. Ik kan er een paar naast zitten, maar het is in die orde van grootte. Normaal zit ik hier samen met mijn vriend en collega Erwin Blom, maar die is aan een nogal lange vakantie voor zijn doen, althans bezig in Thailand. Volgende week is hij er weer, wij kunnen niet wachten. Dus ik zit hier alleen vanavond, maar natuurlijk ook niet helemaal alleen, want ik heb een interessante gast, Michiel Alkemade. Jij bent founder en CEO van Roos. Wat doen jullie? Roos is een financiële assistent die je helpt om grip te krijgen op je uitgaven, je maandelijkse uitgaven. En wij proberen financiële ademruimte te creëren voor mensen. Ja, dat is een hele korte pitch. Hoe doen jullie dat in de praktijk? Het werkt best wel simpel. Wij helpen mee om een overzicht te maken van je terugkerende uitgaven. Denk voor een gemiddeld salaris is ongeveer 50% van het salaris gaat op aan terugkerende uitgaven. Dus dat is best fors is dat. Ja. Wij met dat overzicht proberen wij dat aan te vullen. Dus het snappen van wie ben jij en wat voor energieverbruik heb je bijvoorbeeld. Of je auto, wat voor auto heb jij. Nou, die gegevens verzamelen wij en daarmee gaan we het optimaliseren. Dus dan gaan we kijken van kunnen we jouw geld besparen. Of kunnen we jou misschien een beter product leveren. Ja. En dan hebben we nog een soort derde tak, is dat wij ook proberen mensen die, de financiële lasten die ze hebben, om daar ook ze op te educaten, om ze financieel fitter, slimmer, weerbaarder te maken. Ja. Om ze te leren wat is een WA-verzekering of bij energie, wat voor keuzes heb je daarin bijvoorbeeld. Ja, ik vind het heel breed wat je nu vertelt. Toen jullie begonnen, volgens mij ook al 2014 of zo. We zijn wel even bezig. Ja. Toen positioneerden jullie je heel erg als de contractvergelijker. Ja, contractwekker was dat de contractwekker. Ja, ja. Dus toen was je pitch veel meer van wij kijken wat voor vaste contracten je hebt. Energie, kabel, weet ik wat. Nu zou daar misschien Netflix bij zijn gekomen of je mobiele abonnementen. En we gaan kijken of dat eigenlijk wel de beste deal is. En anders gaan we je helpen om iets goedkopers te vinden. Als je contract afloopt, dan geven wij je een seintje en dan gaan we je wat aanbevelingen doen. Ja. In essentie is dat nog steeds gebleven. Dus wij proberen dat overzicht te creëren en te kijken van kunnen we je een beter product geven. En dat kan op geld of op specificaties bijvoorbeeld zijn in de loop van de tijd. En om mensen vooral alert te houden op waar de uitgaven heen gaan. Dus dat deel is nog steeds gebleven inderdaad. Ja, nu begonnen jullie. En je ziet dat de markt ondertussen is veranderd ook wel. Ja, daar wil ik eigenlijk naartoe, want je noemt een aantal dingen, want ik ben dan heel benieuwd hoe dat er in de praktijk uitziet. Moeten mensen dat allemaal bij jullie zelf invullen of hebben jullie een PSD2? Wij zijn bezig met een PSD2 aanvraag. Dat is een hoop werk, dat kost een hoop geld. Ingewikkeld. Dat is een ingewikkeld deel. Voor wie dat niet helemaal scherp heeft. PSD2 is een vergunning waarmee je de bankdata kan gebruiken in je eigen applicatie eigenlijk. Ja. Je kan een koppeling maken en je kan dus bijvoorbeeld een jaar terugkijken in je bankdata en zien wat voor gedrag daarin wordt vertoond. Ja. Bijvoorbeeld je mobiel geef je elke maand meer uit dan het standaardbedrag. Of wat voor variaties zitten daar bijvoorbeeld in. Dat soort informatie kun je eruit halen. Maar ook dus het eerste lijstje van je contract eigenlijk. En nu zie je dat in Nederland onder de 25 hebben mensen gemiddeld ongeveer 16 abonnementen lopen. Noem maar even. En boven de 25 gemiddeld 10. Maar ja, dat lijstje, dat is wel belangrijk voor ons om compleet te hebben. Ja. Dat kan je met PSD2 kun je dat doen. Oké, dat zijn plannen in de toekomst. Hoe werkt het nu? Moet je zelf je gegevens... Nu is het handmatig, ja. Dus het voordeel daarvan is weer dat je heel erg controle hebt over je gegevens en wat je dus aan ons geeft. Ja. Dus dat is hoe wij dat doen. En daarna gaan wij voor je aan de slag om, laten we zeggen, dat meer informatie te kunnen verzamelen en om te zorgen dat we je advies gaan geven. Ja, en hoe zit jullie businessmodel in elkaar? Want het is namelijk aan een app die je kunt downloaden. En, werkt het in abonnementsvorm of leef je van de commissies op het verkopen van betere abonnementen? Ja, we zijn een beetje gepivot sinds de start. In de start wilden wij graag als merk Roos gewoon de markt op en zeggen van, nee, wij zijn een alternatief voor de andere manier om op je vaste lasten te vergelijken. Ja. En we zijn eigenlijk meer gegaan naar een B2B-vorm. Dus onze B2C bestaat wel. Dat is, ik noem het maar, onze sandbox, onze testomgeving. Daar kunnen we features testen, daar kunnen we flows testen en beter maken. Maar wij willen eigenlijk meer samenwerken met partners om, laten we zeggen, binnen hun bereik de financiële diensten eigenlijk te leveren. Ja. En dat kan bijvoorbeeld zijn, weet je, een medianetwerk wat heel veel bereik heeft en wat ook media wil produceren en wat ook in het financiële segment zit.
Of bijvoorbeeld een werkgever die zegt van hey, ik wil een soort secundaire arbeidsvoorwaarden dat doen. Of de leveranciers waar wij natuurlijk mee samenwerken. Die zeggen van hey, we gaan steeds meer dingen voor jouw huis regelen. Maar je zegt dat willen wij. Hoe doen jullie het nu dan? Want hoeveel klanten hebben jullie? We hebben een aantal duizenden gebruikers erin zitten. En dat is wel direct naar de eindgebruiker toe? Of loopt dat via... Ja. Nee, dat gaat via Roos. Ja. We zijn eigenlijk sinds twee maanden nu bezig om het echt op B2B vlak te ontwikkelen. Oké, die indruk had ik ook een beetje. Dat je ook het leuk vond om ook langs te komen. Omdat jullie bijna aan een soort herstart bezig zijn. Ik heb heel lang niks van jullie gezien. Volgens mij 2018 berichtje. Het pad van ondernemerschap heeft soms wat hobbels. dat klopt. Maar dat klopt wat ik zeg. Op je LinkedIn stond ook interim available. Ja, als startende ondernemer moet je ook zorgen dat alles blijft draaien. Ja, maar ga je nu een nieuwe fase in? Wij zijn echt met die pivot naar B2B gegaan. Ja. Dus wij kunnen nu white labelen, we hebben een nieuw platform gelanceerd afgelopen september. We kunnen nu onze API's, dus onze achterkantdiensten, kunnen we gewoon losgeven aan partners eigenlijk. Ja. En dat zou bijvoorbeeld kunnen in de verzekeringsbranche, partijen die intermediairs helpen met het... Met verzekeringsdiensten leveren, dat je zegt, nee, we kunnen wat extra diensten bijvoorbeeld erbij leveren. En waarom denk je dat dat een eenvoudige route naar succes is dan direct naar de consument? Bereik van die partij is over het algemeen groot. Ons succes is uiteindelijk bereik. Dus we liften mee en we hebben mutual benefit om te zorgen dat we daar komen. Dus zij moeten inzetten, wij zorgen voor de achterkant. Ja. En daar zit uiteindelijk een model in van licenties van het platform. Daar zit een model in voor shared revenue. Wij verdienen in principe op een overstap. Ja. Maar bijvoorbeeld ook data. Dus wij snappen, als je in de straat bent, snappen wij het profiel van die mensen enigszins. En we zien ook wat er voor veranderingen gebeuren. Ja. En dat kunnen we niet op de persoon gebruiken. Dat zou heel raar zijn. Maar we kunnen wel dat veralgemeniseren. Of bijvoorbeeld met aanbieders samenwerken. Ja, en is een PSD2-vergunning een noodzakelijke voorwaarde voor succes bij jullie? Begint het wel te worden. Ja, dus wel, je merkt dat je zonder, dan ben je te klein eigenlijk aan het worden. Dus dan is het nog te simpel. En je ziet dat alles nu op die bankdata begint te werken. Ja. Elke bank heeft nu zijn data wel op orde. Ik kan me ook voorstellen, want dat is uiteindelijk de geautomatiseerde basis onder zo'n platform. Ja. Ja, wat wij uiteindelijk nodig hebben is de aantallen contracten die erin zitten. En dan, daar gaan wij dan mee werken om ze in een goede structuur te zetten, om meer informatie te krijgen. Ja. Want dat krijg je niet uit die PSD2-licentie. En dan kan je pas optimaliseren. Dus je hebt een stukje informatie ertussen nodig, wil je goed advies kunnen geven. Ja. En daar kan je twee routes voor nu aan doen. Dus, hey, je gaat even bellen en je gaat met die mensen daar doorheen. Of je laat ze het uploaden bijvoorbeeld. Dat is de route die we nu bijvoorbeeld al uitproberen. Dat is meer extra service eigenlijk. Ja, meer werk voor de eindgebruiker. Ja, maar wij leren ook op die manier meer. Dus als je Lean Startup bedenkt, dan krijgen wij daar meer informatie over. Ja. Je bent niet de enige met dit idee. Opvallend genoeg hebben we de afgelopen periode best een aantal van vergelijkbare startups hier aan tafel gehad. We hadden Buddy Payment, niet zo lang geleden. Hmm. Die richten zich heel erg op mensen die in de financiële problemen zitten. Ja. Willen ook een... We volgen ook een B2B-strategie, vooral via gemeentes. Zeggen ze van, goh, weet je, als je schuldhulpverlening, dat soort dingen, zou je mensen die dat platform kunnen aanbieden. We hebben ook Dime gehad. Zitten ook allemaal, die doet iets vergelijkbaars. Die hadden toen al een PSD2-vergunning. Ja, of waren bezig. Of waren bezig, of op het punt van. Waarin onderscheiden jullie van deze andere partijen? Wat wij met Roos willen doen, is dat wij meer een community willen vormen in plaats van een algemene dienst eigenlijk. Dus wij willen uiteindelijk dat laatste deel wat ik net zei, van mensen financieel fitter weerbaar maken, dat willen wij uit de groep halen. Wij willen dat mensen betrokken zijn bij Roos en dan ook voor de lange termijn bij betrokken zijn. Ja. Een van de dingen is dat jij hebt bijvoorbeeld een bepaalde besparing gedaan. Nou, die zou je misschien bij hetzelfde profiel, die zou ook voor mij wel misschien van toepassing zijn. Ja. Dus het delen van dat soort informatie, maar ook dus een actieve groep aan mensen creëren, dat is wel, denk ik, waar wij op ons kunnen onderscheiden uiteindelijk. Ik denk dat ons merk gewoon wat zachter, wat menselijker is. In plaats van een machine. En daar denk ik dat daar een goed verschil in zit. Ja, de community toevoeging zou wel echt een groot verschil zijn. Ja, nou ja, dus snap je. Moet ik dan denken aan een platform, een community, een forum-achtig iets waar je best practices kan vinden, waar mensen delen over
Weet je wel, waar je wel moet zijn of niet voor bepaalde diensten en de kosten die erbij horen. Dus je wil heel graag weten, wat vind jij van een bepaalde leverancier bijvoorbeeld? Ja. Of je hebt een bepaalde tip gedaan of je hebt een van de constructie verzonnen. Deel dat, zodat andere mensen er ook van gebruik kunnen maken. Ja. Dan kunnen wij het weer delen met, laten we zeggen, mensen die dezelfde soort situatie bijvoorbeeld zitten. Want die kennen we uiteindelijk. Ja, wat ik wel een beetje zorgwekkend vind voor partijen zoals jullie. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Het is nog niet zo heel lang geleden dat, ik meen een half jaar geleden, dat de Nederlandse Bank met een onderzoek kwam naar de bereidheid van mensen om zeg maar je financiële gegevens te delen. Die bereidheid is laag. En als die er al is, dan is het liefst met een partij als een bank. Want hoe onbetrouwbaar mensen die banken ook vinden, ze vertrouwen de banken. Zeggen ze allemaal massaal, meer dan een fintech starter. Dat ziet er niet zo best uit. Als jij het een noodzakelijke voorwaarde noemt, of wat begint het steeds meer te worden? Daar zie je die B2B-strategie. Je ziet dat de banken, die geven wel inzicht, maar die missen deel van actie. Ja. Dus we zijn met de banken nu in contact om te zorgen dat wij dat kunnen gaan leveren en voor hun gaan invullen. Dat is één. Twee, ik denk dat er zo gauw er relevante applicaties komen die ook van die bankgegevens gebruik maken, maar die leuk zijn. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken als die folders die je elke week in de brievenbus krijgt, die zou je ook kunnen automatiseren. En dan zeggen, ik pas ze aan op basis van jouw bankgegevens. Daar bereik je een bepaalde doelgroep, bereik je er echt mee. Zo gauw je die drempel denk ik over bent, dan zal dat veranderen. Maar je hebt eerst een paar goede applicaties nodig waar mensen gewoon voor overstag gaan. En dan zeggen van, oké, ik deel mijn data wel, want ik heb er goed voordeel aan. Dus de roos heeft timing, maar dit heeft ook timing en ding te maken. Ja, jij denkt dat komt op een gegeven moment wel goed. Want ik schrok nogal van die cijfers, want dat is echt zelfs al een van de hoogste categorieën is besparingstips. Maar dan is nog geen 15% van de mensen geneigd zijn financiële gegevens te delen. Ja, je ziet dat in het buitenland is dat al veel meer gewoon. Ja. Dus in Engeland loopt al gewoon voordag op en daar zie je veel betere tractie op dit soort diensten. Ja, dus wij Nederlanders zijn nog een beetje overdreven conservatief, zeg jij. Ja. Ik denk dat het wacht is op de eerste goede applicatie waarbij mensen denken van, werkt het zo? En is mijn data zo beschermd? Ja, dan vind ik het eigenlijk wel goed, want het voordeel wat ik eruit haal is groter dan het delen van mijn data eigenlijk. Ja, heb je de tijdsgeest hier tegen? In de zin dat mensen steeds meer privacybewust worden en zich echt wel afvragen wat ze aan het doen zijn met die data? Als het gaat over de grote Google en Facebook en Instagram en... Het laatste stukje data is ongeveer je financiële data die mensen hebben, die ze nog bij zichzelf kunnen houden, die niet weggegeven is. Ja. En de rest, eigenlijk al je gedrag, dat wordt gemeten, dat wordt gebruikt voor campagnes, bij de bedrijven, zoals je die noemt. Dus ik denk het voordeel moet heel duidelijk zijn, anders dan ga je het niet meer doen. Ja. En je moet ook duidelijk aangeven wat wij doen met die data. Dus onze data gaat niet naar derde partijen, we gaan daar heel netjes mee om. Ja. En anders dan, als we dat niet maar blijven zeggen, dan komen mensen daar niet om te delen eigenlijk. Ja, en hoe creëer je dan dat vertrouwen? Want ik ben altijd ontzettend geneigd, zeker met startups, om ook het scenario even te doordenken dat je morgen gekocht wordt door Google, die al die data wel vervolgens wel gaat gebruiken. Hoe werk je actief aan dat vertrouwen? Want deels door gewoon uit te leggen wat we ermee doen. Onze privacyvoorwaarden, de AVG daarin te volgen. Ja. Daarop te blijven hameren uiteindelijk. Ja, en wat er gebeurt als je gekocht wordt, maar dat weten de andere partijen ook, dat weet niemand denk ik. Ja. Van hoe dat dan zit, want dan gaat het groter. Ja. Dus dat wordt de eerste casus waar dat in gaat gebeuren, wordt spannend. Ja. Denk ik. Maar dit is wel iets wat bij jullie dagelijks besproken wordt. Hoe groot zijn jullie eigenlijk? Hoeveel mensen werken er? Een team van Roos is 7 man nu. 7 man? Ik heb één co-founder, technische co-founder. En daaromheen nog mensen die product en UX doen. We doen heel veel validatie, we testen heel veel dingen uit. Ja. We hebben iemand voor verzekeringen specifiek die kennis heeft. En die op die manier, hoe heet dat? Die diensten kan leveren. Want dat is een bijzondere markt ook weer, AFM gereguleerd. En daaromheen nog een aantal mensen. Ja, nou, zei ik aan het begin al een beetje, als ik jullie een beetje research, dan krijg ik het idee dat je een beetje een soort up-and-down
beetje een slapende periode hebt gehad. Ja, Hoe kwam dat? Wat is er gebeurd in de tussentijd? Als ondernemer, maar je komt daarin allerlei momenten tegen. We zijn gestart met een stevig team. Dat hebben we toen zelf gefund. En dat, op een gegeven moment viel het team weer uit elkaar door allerlei redenen. Ja. En toen zijn we wat andere routes gaan proberen, meer sales. Dus van oké, kunnen we het eerst verkopen en dan gaan bouwen. Want de investering om, laten we zeggen, te bouwen is best groot. Je hebt een hoop API's die je moet koppelen, een hoop data die je moet koppelen. En uiteindelijk zijn we wel doorgegaan, maar wat iets langzamer tempo om te zorgen dat iedereen gewoon ook nog kon blijven draaien. Ja. En is er weer een nieuw team gevormd. Ja. In de tussentijd hebben we bijvoorbeeld ook een chatbot gemaakt. Dus we hebben voor Facebook Messenger een chatbot gemaakt en daarop getest van kunnen wij energie en mobiel bijvoorbeeld verkopen. We hebben een tijdje meegedraaid in het Startup Synergy programma van de Volksbank. Dat soort dingen. Inmiddels ook een investeerder aan boord? Of nog steeds, We zijn aan het zoeken nu naar investeerders. En aan het gesprek met mensen, zowel strategische partners als angels als fondsen. Ja, want voor jou, wat jou betreft, is er nu een serieuze periode aangebroken. Ja, zeker. Dat je echt wil pakken. Ja. Ja. Waar komt die motivatie vandaan? Eén, de markt zie je overal bewegen. Je ziet in het buitenland heel veel partijen die echt... Met die financiële data echt hele mooie diensten leveren. Ja, met mooie diensten leveren. Je hebt in Duitsland heb je Folders, je hebt Wonderbill, je hebt Truebill, je hebt Trim heb je in de US. Dat draait allemaal. Dus dat geeft heel veel vertrouwen dat dat ook in Nederland kan. En ik zie andere partijen daar nog niet in dat gat duiken. Nee, en dan hebben jullie natuurlijk eigenlijk een hele mooie uitgangspositie, omdat je die hele contracten... business natuurlijk heel goed beheerst en eigenlijk al hebt draai. Ja, exact. Dus het verschil is ook, wij gaan echt voor de lange termijn met die partijen mee. En je hebt andere manieren hoe je kan besparen op je geld. Maar dat is allemaal eigenlijk acquisitie. Je gaat door die funnel heen en er komt een conversie. En bij ons proberen we juist dat contact heel lang te houden. En uiteindelijk dus weten wij, kunnen we je veel beter helpen omdat we je veel beter kennen. Ja, het ondernemerschap en de pieken en dalen, daar heeft mijn vriend en collega Erwin Blom in Thailand volgens mij ook een vraag over. We gaan even kijken. Succes heeft vele vaders, maar voordat je een succes hebt, is het een lange weg. En je bent een starter begonnen, je bent een bedrijf begonnen. Jij gelooft er heel erg in. Anderen zie je met de wenkbrauwen fronsen van wordt dit wel wat? En heel vaak onderweg kom je dan ook nog tegenvallers tegen. Die eerste klanten die komen veel later. Die omzet die valt tegen. Mijn vraag, hoe hou je dat vol? Heb je iemand die je daarbij helpt? Heb je iets wat je daarbij helpt? Hoe kom je die dalen door? Ik heb veel vrienden die zich dezelfde vraag stellen. Die kennen niemand die zo'n doorzetter is. Ja. Er is gewoon momentum nu in de markt. En dat is al een paar jaar. En ik geloof in het idee. En ik, als we het valideren en de mensen horen, de gebruikers horen, die zeggen van ja, dit wil ik graag. Ja. Dus dat geeft me elke keer weer nieuwe kracht om dingen te doen. En er is altijd wel weer een breakthrough die dingen helpt. Dus het ondernemersbestaan gaat zo. Ja, maar is het dan meer bij jou een karaktereigenschap? Dat je denkt, ik ben hier ooit mee begonnen om for good reasons. En die redenen zijn nog steeds valide. Ja. En dat geef je gewoon niet op? Ik denk de markt als de beste. Al die mensen in mijn omgeving. En ik zie wat daarop voor bewegingen plaatsvinden. En daar zitten dus gewoon kansen in. En zolang die kans nog groot genoeg is, ga ik daarop door. Maar ik hoor vaak dat mensen ook mentoren hebben of mensen die... Ja, goeie. We hebben niet een extreem netwerk van mentoren, maar wel heel veel soort ambassadeurs in onze omgeving die allemaal kennis van de markt hebben, op allerlei manieren ons helpen, bijsturen, waar we beter terecht kunnen op allerlei momenten. Dus dat helpt ook wel. Dat heb je wel nodig om die energie te houden. Ja. Anders dan, dan draait het echt weg. Hey, vertel nog eens wat over die PC2. Want je zei, we zijn bezig met die aanvraag. Ik hoor van iedereen dat het ongelooflijk ingewikkeld is. Is dat ook jouw ervaring? Ja, je moet langs de DNB. Ja, wat moet je allemaal doen om die vergunning te krijgen? Want het is echt een Nederlandse banktraject, voor wie dat niet weet. Je moet echt daar door de molen. Ja. Je wordt op allerlei dingen gecheckt. Je moet je organisatie moet je bijvoorbeeld aanpassen. Je moet helemaal compliant zijn.
Er zit heel veel legal werk wat eraan zit. Ja. Dat kost ook veel tijd en kost heel veel geld. Ja, bij orde van grootte, hoe heb je het dan ook? Ja, halve ton ongeveer daartussen. Sowieso om de vergunning aanvraag te kunnen doen? Ja, ja. Dus dat is al een behoorlijke drempel om dat te kunnen doen. Ja, dat soort dingen allemaal. Dus het heeft op alle aspecten van je dienstverlening heeft dit gewoon invloed. En ja, als wij nog een klein team zijn, is dat relatief nog makkelijk. Hoe groter je wordt, hoe lastiger het wordt, want je moet in die kaders van gaan werken. Ja. Dus die werkwijze bijvoorbeeld is heel belangrijk. Wat doe je met die data? Waar komt het wel en waar niet? Et cetera. Ja. Dat is echt wel een complexe stukje. Is dit doable voor een start-up, voor een kleine organisatie? Want wij zien partijen het dan toch weer aan gaan schurken tegen ofwel financiële partijen. Zeggen, we gaan een beetje onder de vlag van die Rabobank of met een verzekeraar. Ja, je hebt een aantal partijen die een bankvergunning hebben en die andere dingen doen dan een bank zijn. Dus daar kan je tegen aan schurken. Een artikel dat laatst in het FD stond, was dat eigenlijk de mensen bij ING zeiden van ja, eigenlijk moeten de fintechs moeten dezelfde regulation krijgen als de banken zelf. Ja, dat is natuurlijk ondoenlijk als je nu ziet hoeveel mensen daar bezig zijn om met die data niks om te gaan. Ja, dan kunnen wij niet leven. Ja, het is eigenlijk belangrijk dat je er nu doorheen komt. Want dan heb je dat voor de lange termijn gewoon geborgd. En waarschijnlijk zal die regelgeving nog wel een stuk zwaarder worden in de komende jaren. Ja, verwacht je dat? Ja, zeker. Ja. Ja. Die banken zijn met een lobby bezig. Dus dat is een andere manier om je markt te beschermen. Ja, op die manier zou het ook dicht kunnen timmeren. Je kan hem op die manier goed dicht timmeren, ja. De barrière is niet zo laag dat je zomaar dat even doet op een zondagmiddag en dan maandag gaat starten of zo. Stel dat jullie dit de komende periode white label succesvol weten te krijgen voor partners, verzekeraars, dat soort partijen. Want daar richt je geloof ik een naam op. Ja, daar zijn we echt voornamelijk heel hard mee bezig om onze diensten daar gewoon uit te rollen. Ja, hoe krijg je dit vervolgens schaalbaar? Want met één of twee partners ben je er natuurlijk ook niet. Nou, dat zou wel heel op schelen. Dat zijn ligt aan welke partners dat zijn. Maar er zijn wel een paar partners in Nederland die best wel het bereik hebben waar wij heel blij van zouden worden als we dat kunnen closen. Ja. Dus dan zou je het hebben over de Egons van deze wereld of de echte grote jongens. Dat soort dingen. Of een aantal medianetwerken die echt wel bereik hebben. Maar we hebben ook je kan ook kijken in de intermediaire markt. Dus de tussenpersonenmarkt, dat is een ding. Werkgevers. Maar je zegt eigenlijk, want het hoeft niet eens aanpalend te zijn. Dat begrijp ik nu pas. Als jij zegt, weet je, een mediamaker is ook goed als het netwerk geïnteresseerd is. En die zegt, mogen altijd langskomen. Er zit geloof ik een pand van zo'n half. Maar zo'n partij gaat je puur om het bereik. Dus dat je bereik. En wat ook strategisch is voor hun. En Talpa is natuurlijk een netwerk wat in Nederland ook met data iets wil doen. Dus daar zit een soort overlap. Weet niet precies waar. Ja. Dat soort partijen zijn interessant. En je ziet bijvoorbeeld dat concurrerende netwerken met Talpa, die hebben een aantal verticals. Ja. In wonen of in werk of in finance ook. Ja. Dus daar kan me wel wat voorstellen dat Talpa denkt van het is interessant om ook zoiets binnen ons netwerk te halen bijvoorbeeld. Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig om dat soort... Goed, in eerste instantie dat bereik in Nederland. Is dit ook schaalbaar naar het buitenland of is dit weer zo specifieke regelgeving voor één land dat weer heel ingewikkeld is? Ja, dat PSD2 is dus in heel Europa te gebruiken. Tuurlijk, dus dat is heel fijn als je dat hebt. Ja, maar goed, maar heel veel andere dingen zijn natuurlijk heel erg landgebonden. Ja, dus we hebben afspraken met alle leveranciers in Nederland op het gebied van energie, van telecom, van verzekeringen. Ja, precies. Dus je hebt veel data heb je nodig, je hebt goed aanbod nodig om concurrerend te zijn. Dat moet je in een buitenland ook nog weer zien te krijgen. Dus daar is wel een enorme hobbel om het te lokaliseren. En als je dan weet dat er in Duitsland ook nog heel veel olie en gastanken overal liggen, gewoon op privéterrein, dan is dat een hele andere markt. De Nederlandse markt is heel digitaal, dus je kan eigenlijk alle data wel ergens vandaan halen. Maar dat is lang niet in alle landen zo. Hoe doen jullie dat met, want jullie claimen 100% onafhankelijk te zijn, dus met iedereen werken. Hoe doen jullie dat in de praktijk? Zijn jullie geïntegreerd met de systemen van hun? Is het allemaal met APIs? Of, ja, wij werken met APIs samen. We hebben in principe dus al die verschillende partijen? Ja, we hebben al het aanbod. Jullie kunnen real-time hun concurrerende aanbiedingen naast elkaar zetten ter vergelijk voor degene die... Ja, we hebben de data en we kunnen dat naast elkaar zetten. We hebben ook afspraken dat wij niet per se... We verdienen eigenlijk elke sale of elke overstapverlenging verdienen we eigenlijk hetzelfde.
Dus we trekken niemand voort. En wat wij, en misschien wel onderscheidend ook is, wij willen heel graag een soort trail, iets laten zien als we een keuze of een aantal opties geven om waar ontstaat dit uit. Ja. Dus jij bent een bepaald persoon, we hebben dit gezien, dan denken we dat dat het beste deal voor je is. Zodat je ook snapt waarom je dat aanbod krijgt. Ja. Want anders dan kan het heel erg het gevoel geven, ja, weet je, de leverancier die zit iets te pushen, dus die betaalt gewoon roze wat meer dan... Dan de andere leverancier. Komt eigenlijk dat community idee vandaan? Dat je veel meer bijna meer op een Spotify-achtige manier aanbevelingen gaat doen? En zegt van, goh, ja. Weet je, als je dit... die op jou lijken, vinden dit ook leuk? Of ja. Ga je meer op die manier denken? Want, ja, ik een van de grote twijfels die ik zou hebben bij zoiets is die betrouwbaarheid. Kijk, ik denk dat in sowieso al een probleem aan het worden is in de samenleving. Dat niemand eigenlijk meer wie dan ook vertrouwt. Nee. Laat staan de prijsvergelijkers. Want iedereen weet, ja, die krijgen toch betaald van de een dit en van de ander dat. Het vertrouwen is het belangrijkste wat wij kunnen bouwen. Maar hoe toon je dat aan? Ik noem dat het track trail, maar eigenlijk het bonnetje van, weet je, aan de achterkant hebben we een algoritme draaien. Ja. Dat zegt dadelijk van, op basis van deze karakteristieken hebben we dit aan jou aangeboden. Ja, dat kan transparant zijn eigenlijk, zeg je. Ja, gewoon duidelijk zijn van, en misschien moeten we ook wel gewoon zeggen wat we erop verdienen, uiteindelijk. En ja, dat ga je dadelijk, dat is meer de B2C-gedachte, dus wat er in B2B dan overblijft, dat weet ik niet. Maar daar zit er misschien een ander label op, wat ook weer het vertrouwen geeft. Ja. Maar daardoor proberen we eigenlijk die duidelijkheid te krijgen. Dus het moet eigenlijk bijna de geautomatiseerde next-door neighbor zijn die jou adviseert en geen belang heeft bij wat jij kiest, maar gewoon dat jij goed zit uiteindelijk. Ja. Dat is, We focussen nu even waar jullie helemaal vandaan komen, hè, die vaste contracten. Geef eens een indicatie voor mensen die dat niet weten, hoeveel kun je daar besparen als je daar kritisch op bent? De AFM, de ACM en de Nibud hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan. Dus wij gebruiken, om laten we zeggen die bedragen te noemen, gebruiken wij hun cijfers. Maar daar zit je tussen de 1500 en de 2100 euro per jaar kun je besparen. En dat, zoveel? Ja, dat zal meer zijn voor iemand die, laten we zeggen, een slaper is in het jargon. Dus ja, zoals ik ben een absolute slaper. Ja, die heel lang al, weet je, bij dezelfde zit en dat is heel stabiel. En die waarschijnlijk op een oud tariefplan zit. En als je, hoe meer je natuurlijk, laten we zeggen, elk jaar overstapt, hoe moeilijker het wordt om die besparing te halen. Maar dan is het nog steeds een forse besparing gewoon te halen, uiteindelijk. Ja. Wij gaan er dus ook niet vanuit dat iedereen elk jaar overstapt, maar dat gewoon heel geleidelijk in stukjes bijvoorbeeld gebeurt bij ons. Ja. Je zei al, buitenlandse expansie is ingewikkeld, vooral vanwege de enorme tijd en moeite die jullie hebben geïnvesteerd om al die lokale gegevens natuurlijk real-time beschikbaar te hebben. Ja, plus dat die markten natuurlijk ook steeds competitiever worden. Dus je ziet bijvoorbeeld in Engeland hier Jolt, wat van ING is. Ja. Supermooi product, weet je, financiële kern, daaromheen allemaal externe leveranciers. Maar ja, die zijn al een tijdje. Dus tegen die tijd dat je dan in andere markten aankomt, ik ken elke markt dan, wel iets. Waar ik naartoe wilde, waar ligt dan de groei van... waar liggen de grenzen van jullie groei en wat is dan je ambitie? Ik stel de vraag vaak op het einde van de uitzending, waar sta je over een jaar of over twee jaar? Ik denk over twee jaar, ik hoop dat wij 5 partners hebben aangesloten, dat wij het algoritme heel, heel goed gedaan hebben, dat wij PZ2 hebben draaien en dat we bijvoorbeeld de Series E met goede aantallen gebruikers hebben bijvoorbeeld. Ja. Dat je de tractie ziet, dat je betrokkenheid ervan ziet. Daar is ook funding voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En hoeveel mensen heb je dan op kantoor werken? Dat moeten we even zien. Nee. Ik denk dat Roos wordt heel erg een iets tussen mens en machine. Ja. Heb je het aan het begin ook gepositioneerd, vandaar de naam. Misschien moeten wij gewoon even bellen in eerste instantie om te snappen wie jij bent en weet je voorkeuren en hoe jij in elkaar zit om goed te snappen wat voor aanbod kunnen wij bijvoorbeeld doen. En daarna moeten we dat assisteren. Ja, als je dat man een machine doet, dan heb je gewoon mensen nodig. Ja. Dan moeten we zien, dat moet mee gaan schalen met, laten we zeggen, het aantal gebruikers uiteindelijk. Ja. Partners en dat soort dingen. Beren op de weg, dingen waar je s'nachts wakker van ligt? Hoe hou je het DNA van Roos goed bijvoorbeeld? Maar ook samenwerkingen met partijen in de markt. Belangrijk dat dat gewoon volledig blijft, want dat is onze propositie. En iedereen heeft zijn eigen reden waarom je dat misschien niet moet doen. Ja.
PZ2 is een klein kop-eind dossier, ja. Ja, dat, je bent niet de eerste die dat aan deze tafel moet dat ook niet, nee. Dus alleen om die reden wens ik je echt ongelooflijk veel succes daarmee, want ik snap dat dat een belangrijke bottleneck is. Maar sowieso heel veel succes, mooi verhaal. Dank je. En dank dat je het kwam vertellen. Jullie bedankt voor het kijken. Ik bedank op het einde altijd even de sponsoren, waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn. Dat begint altijd met PQR voor de hosting. Maar voor wie dit bedrijf kent, die weet natuurlijk dat ze veel meer prachtige IT-diensten kunnen leveren. Freedom Lab danken wij voor de gastvrijheid. Jetstream brengt de livestream bij u thuis. En we hebben Bier & Co. die hier altijd de biertjes verzorgt. En ik moet zeggen, het is, ik drink niet graag non-alcoholisch bier, maar deze jever via Bier & Co. is best goed te drinken. Tot volgende week, dan hebben we weer twee leuke gasten. Dank voor het kijken. Dag. Thank you.